De Storm, het eerste deel van De Zwarte Ridder. Een hoorspel voor de jeugd door Margreet Bruin. Straks stop ik jou ook nog in de zak. Die zou je meester Fridolin zien opkijken. Weer een opeter erbij, zegt hij dan. Oh, geloof je niet, hè? Maar toch is het zo. Mijn meester houdt niet van poezen. En ook niet van honden. Nee, moordje, echt niet. Weet je van wie die nog meer niet houdt? Van mij niet. Van een heleboel mensen niet, geloof ik. Gek, hè? Meester Fridolin houdt alleen maar van boeken. En kruiden. En daar hou ik weer niet van. En nee, moord je nou niet in die zak kruipen. Ik wou je anders best meenemen. Zo verleent je toch niet. En bij mij op zolder zijn trouwens genoeg muizen voor jou. Zo. Nee, zo kan er niks meer bij. Nee, weg jij, anders trap ik op je staart en dan kan ik er toch echt niks aan doen. Zo, en nou die zak op mijn rug. En nou naar grootmoedertje Nelen. Hé, ze roept jou, hoor je wel? Oh, nou niet zo hard. Ik kan je niet bijhouden met die zak. Zeg maar vast dat ik kom. Zo, moordje Poes, ben je daar eindelijk? Waar was je dan? Kom er maar gauw in. Wie gaat er nou met zulk weer uit? Toe, kom dan. De deur waait haast uit mijn handen. Waar sta je nou nog te draaien? Kom nou toch. Anders doe ik de deur weer dicht, hoor. Ach, kijk er eens aan. Wie hebben we daar? Martijn, mijn jongen. Kom er maar gauw in. Ja. Zo. Zet die zak maar hier binnen. Anders waait hij om. Jongen. Wat een weer. Ja. Doe de schuiven maar op. Anders waait hij zo weer open. En jij rookt zeker de kap. Oh, maar daar kom ik niet voor. Nee, zeg maar niks. Grootmoeder Nele kent je wel. En Martijn kent grootmoedertje Nele. Het ruikt weer lekker. En het smaakt nog beter. Dag Martijn, ik ben er ook nog. Oh, kleintjes zie je nou eenmaal over het hoofd. Ik ben anders als net zo groot als jij. Of net zo klein. De pot verwijt de ketel, als je dat maar weet. Wie is dan de ketel en wie is de pot? Nou, ik ben natuurlijk de ketel. Want ik zing altijd, hè, grootmoeder? Ja, mijn kind. Dat is zo. Jij zingt altijd. Jij bent grootmoeders zangvogeltje. Een zeisje dan zeker. Jouw haar is als net zo licht. Maar als je dan maar niet te vroeg zingt. Want vogeltjes die te vroeg zingen zijn voor de poes. Hé, is Moortje er nou toch weer vandoor? Och, dat zal wel. Die poes is de laatste dagen zo onrustig als het weer. Dan zullen de kleintjes wel gauw komen, hè, grootmoeder? Oh, dat komt wel eens wezen, wijsneus. Oh, krijgt Moortje kleintjes? Mm-hmm. Oh, mag ik er dan ook een, grootmoedertje? Een met een witte bef, als het kan, en met witte poten. Ja, jij bestelt het maar. Met een witte bef en met witte poten. Maar wat zal meester Fridolin daarvan zeggen? Niks natuurlijk. Hij hoeft dat toch niet te weten? Ja, maar hij zal het poesje toch zien en horen? Ja, en het moet toch eten hebben? Oh, ik stop hem op zolder. Meester Fridolin? Nee, dat is Elise weer, hoor. Die poes toch zeker? De meester kan de ladder niet eens opkomen. Nou, en ik hou het luik wel goed dicht. Maar hoe kom je dan aan eten? Je krijgt zelf amper genoeg. Nou, daar kom ik wel aan. Uit de provisiekast, als meester Fridolin slaapt. Maar je mag toch niet stelen? Als ik niet stelen de muizen wel. En als ik een poes heb, eet die de muizen op die anders stelen. Nou, dan heeft ze toch treten zelf verdiend? Ja, grootmoeder, zo is het toch? Ja, jullie weten het wel. Maar stelen is stelen. En eerlijk duurt het lang. Oh, Moortje. Wees je wijs. Leuke dief. Moortje denkt ook, met eerlijk duurt het langs, kan ik mijn maag niet vullen. Moortje komt anders niks tekort. Ze krijgt heus ter deel wel. Zo, Martijn. Dit is voor jou. Lekker, dank u wel. Oef. Ja, het is heet. Ja, dat merk ik. Ja, maar het ruikt ook zo lekker. Zulke pap krijg je bij meester Fridolin niet, hè? Oh, jawel, want die kook ik zelf. Het is alleen altijd zo weinig. Net als ik de smaak te pakken heb, is de poek er weer op. De pap bedoel je toch zeker? Waar begin je nou weer? Oh, die meisjes ook altijd. Toe, Elise, ga jij nou ook maar eten.
plaats liever eerst. Ach, wat een weer. Het waait toch wel eens meer, grootmoedertje? U zet een gezicht onder, ik weet niet wat gebeurt. Nou, jij praat ook maar nadat je verstand hebt. Zo is de jeugd nou eenmaal. Maar wat weet jij wat er allemaal in de lucht gebeurt? En weet jij hoe lang dit wankele huisje tegen zo'n wind bestand zal zijn? En de toren, hè, grootmoedertje? U bent ook bang voor de toren van de ruïne. Als er nog meer stenen afbrokkelen... Kind toch, praat daar toch niet over. Ja, maar u hebt toch zelf gezegd dat de toren van de ruïne gevaarlijk is? En dat ik er niet bij mag komen als het stormt? Want dan kan de... Hé, dat zegt meester Fridolin ook altijd. Ik mag nooit hout sprokkelen bij de ruïne. Maar niet alleen als het stormt. Je weet waar je moet sprokkelen, zegt hij altijd. En je weet ook waar je niet moet sprokkelen. Ja, in ons bos. Jouw meester is ook een slimmerd, zeg. Als er hier geen hout meer te vinden is, dan moet ik helemaal naar de ruïne. Nou, ik vind die meester Fridolin een gemene... Kalm een beetje. Nou. Zo bedoelt meester Fridolin het toch niet. Er is hier altijd wel hout genoeg. Hij heeft gelijk dat hij Martijn verbiedt om naar de ruïne te gaan. Ik heb het toch ook liever niet? Ja, het kan hem anders wat schelen hoe het met mij gaat. Hij verbiedt het me alleen omdat ik dan niet zo gauw terug ben. Zo, op is op. Dat was lekker, grootmoedertje. Ja, hè, jongen. Ik heb tenminste weer een bodem in mijn maag. Nou moet ik toch maken dat ik wegkom. Als ik te laat thuis kom, zal er wat zwaaien. Wat zwaait er dan? De bezem? Foei toch. Meester Fridolin is toch geen onmens. Wat hij dan wel eens, zeg maar niet zeggen. Soms denk ik wel eens... Nou, ga nou maar. Nee, Moertje, kom hier. Jij mag niet naar buiten. Toe, Elise, pak hem even. Dag, jongen. Houd de moed er maar in. Ik hou die deur wel, grootmoedertje. En wel bedankt. Ja, dag, jongen. Toch zielig, hè, grootmoeder? Wat bedoel je, kind? Nou, van Martijn. Hij heeft toch maar niemand. Alleen een meester die niet goed voor hem is. Oh, niet goed, niet goed. Hij is wat streng, maar zo kwaad zal hij het niet bedoelen. En Martijn is ook niet altijd goed voor meester Fridolin. Hij zou een mal zijn voor die oude brompot, die gierigaard. Nou. Meester Fridolin heeft Martijn toch helemaal grootgebracht. Anders was hij in een weeshuis terechtgekomen. Ja, daar had hij het vast niet slechter gehad. En anders waren er wel andere mensen geweest om voor hem te zorgen. Nou, dat weet je niet, mijn kind. De tijden zijn slecht en iedere mond is er één. Maar u hebt mij toch ook niet naar het weeshuis gestuurd toen vader en moeder gestorven waren? Nee, liefje, natuurlijk niet. Maar meisjes eten niet zoveel als jongens. Als ik een jongen was geweest, had u me dan wel... Nee, natuurlijk niet. Ach, vraag toch niet zulke vreemde dingen. Hoor die wind toch eens tekeer gaan. En dan moet Martijn maar tegenin sjouwen met die zak op zijn rug. Waarom hebt u hem toen ook niet genomen? Maar kindje, Martijn is toch niet hier gevonden? Meester Fridolin komt toch ook ergens anders vandaan? Toen hij hier kwam met Martijn... was hij al zo groot dat zijn meester plezier in hem begon te krijgen. Nou, en toen wilde hij hem natuurlijk niet meer kwijt. Ziet u nou wel dat meester Fridolin hem alleen maar heeft genomen om voor hem te laten werken? Maar Martijn leert er ook veel. Denk eens even aan. Hij leert lezen en schrijven. Ja, en inzepen en scheren en vegen en koken. Ha, een jongen die leert koken, dat is toch meisjeswerk? Of voor vrouwen? O, grootmoeder, hoor nou toch die stenen weer eens rollen van de ruïne... Als Martijn maar niet... Wel, nee, maak je toch niet zo ongerust. Zo'n paar afbrokkelende stenen kunnen toch geen kwaad. Er moet er maar één op je hoofd vallen. Maar Martijn loopt toch de heel andere kant uit. Oh, hij is al lang weer thuis. Die wind. Ben je daar, Martijn? Het is nog op tijd ook. Ik heb alles geen oog dicht gedaan uit angst dat jij weer eens te laat zou zijn. Dat is dan ook weer voor niks geweest.
Altijd doe jij wat anders dan ik verwacht. Maar nou ga ik echt een houtje knappen. Een knappe man die mij nog wakker krijgt. Hé, waar is het hout? Op het plaatsje, meester. Een zak vol en lekker droog. Het was anders wel een storm. Waar heb jij gesprokkeld? In het bos, vlakbij. Dus niet bij... Nee, meester, niet bij de ruïne. Ik zou niet durven met die storm. Grootmoeder Nelen zegt ook... Oh. Wat zegt grootmoeder Nelen? Dat het gevaarlijk is bij de toren als het stormt. Juist, zo is het. En ook als het niet stormt. Dat weet je toch goed, hè? Ja, meester, dat wel, maar... Wat wou je nog? Niks, meester. Ik ga maar eens wat vegen. Ik ga nog maar eens wat slapen. Doet u dat, meester? Ik zal wel waken. Als je dan maar goed waakt. En storm me niet. Zeg, Martijn. Ja, meester. Straks zal baas Willem wel komen. Huh? Denk erom dat je niet meer praat dan nodig is, hè? Mondje dicht. Maar oren open. Mondje dicht, maar oren open. Altijd zegt hij hetzelfde. Het lijkt wel of hij een geheim heeft te verbergen. Of dat hij een geheim probeert te... hoe zeg je dat nou ook weer? Een geheim ontsluieren. Ja, daar lijkt het wel wat op. Waarom zit hij anders altijd met zijn neus in de dikke boeken en oude papieren? En waarom gaat hij alleen maar 's avonds op zoek naar kruiden bij volle maan? Zeker omdat hij bang is in het donker. En waar plukt hij ze? Waar haalt hij ze vandaan? Ik mag niet verder dan het huisje van grootmoedertje Nelen. Maar wat doet hij zelf? Nou ja, ik zeg niks. Ik hou mijn mond wel dicht. Maar mijn oren hou ik open. En mijn ogen. Oh, zou een klant hebben. Hoor! Morgen, baas Willem. Ah, daar hebben we ons jong maatje. Ja, neem me niet kwalijk. Ik zag je niet zo gauw, ridder zonder vrees of blaam. Een mooie ridder met een bezem. Ik heb anders liever met een ridder met een bezem te doen dan meteen met een zwaard. Oh, met een bezem kan iemand anders ook wel te lijf gaan. Jij praat of je alles op die manier met een bezem kennis gemaakt hebt. Dan wilt u niet gaan zitten? Ja, jij denkt ook, met praten verdien ik de kost niet. Is meester Fridolini bij de hand? Bij de hand is de meester wel. Maar hij heeft de hele nacht doorgewerkt. En toen zei ik, gaat u maar slapen, dan zal ik wel waken. Zie je wel dat er iets van een ridder in jou steekt? Kom, laat ik dan maar gaan zitten. Ik word zo stijf van daar staan. Zo, en jij wordt vandaag dus weer eens op de klanten losgelaten. Dat had ik moeten weten. Oh, was u er niet gekomen, baas? Ja, natuurlijk wel. Ik laat me wel wat graag door een ridderknaap als jij scheren. Maar als ik het had geweten, had ik behalve geld... ook een paar lekkere appels voor je meegebracht. Oh, nou ja. Grootmoeder Nelen zegt altijd... wat in het vat zit, verzuurt niet. Oh, wilt u wat meer achteroverleunen met uw hoofd? Ja, als je maar oppast dat er geen zeep in mijn ogen komt. Ik zeep uw wenkbrauwen toch niet in? Ik kan er zo wat beter bij. Oh, jij bent ook eigenlijk nog te kort van stuk. Je moest er maar een stoof bij nemen. Wat een weer. Je zou denken dat de wereld vergaat. Nou, goedemorgen, morgen. Samen. Morgen, buurvrouw Katrijne. Niet bewegen, baas Willem, maar schiet mijn hand uit. Ja, als de meid er dan ook maar niet uitschiet. Zeg eens eventjes, is meester Fridolin er niet? Mijn kleine meid heeft vaste koorts. Ze ziet helemaal rood en hoest je dat ze doet. Oh, om bang van te worden. Ach, ja, wat een weer ook. Daar moet een mens wel ziek van worden. Ach, en wat hangt er ons nog meer boven het hoofd? Nou, horen jullie dat nou niet? Die zeggen ook maar niks. Dat voorspelt niet veel goeds, dat zeg ik je. En ik zeg dat moeder Katrijne zich weer van allerlei in het hoofd haalt dat er helemaal niet is. Tja, dat zelf wel weer. Maar heb jij dan dat gieren niet gehoord vannacht? En dat loeien? Dat was niet zomaar een storm. En dan dat rollen en galopperen als van een paard in draf. Ah, buurvrouw Katrijne, dat zijn toch maar praatjes, dat weet je toch wel. Zeep. Oh, even niet praten, Bas. Zo, nou straf. Nou, er gebeuren hier anders vreemde dingen de laatste tijd. Ik heb mijn ogen nou eenmaal niet in mijn zak, hè? Nou, en dat heb ik nog altijd gedacht. Net toen jij binnenkwam, dacht ik nog, wat heeft die buurvrouw toch in de zak? Ja.
Maar als jij zag wat ik allemaal zag, dan zou je er niet zo mee spotten als je nou doet. Nou, vertel ook dan. Je maakt me nieuwsgierig. Is de meester echt niet in de buurt? Hé, meester Fridolin slaapt zo vast als een mamot. Nou. Dan hoor jullie toch zelf. Ach, daar begint ze weer. Dat is niet zomaar wind en onweer. Ja, maar buurvrouw Katrijne, wat is er dan wel? Nou, kom maar eens mee. Blijf eraan. Ja. Nou, en wat zie je? Niks? Niks, zegt hij. Doe nou, jongen. Je ziet toch zeker wel wat? Je huisje van oude Gustaaf. Ja, en wat nog meer? Nou, gewoon een straatje. Kijk nou eens verder dan je neus lang is. De boomtoppen zwiepen. Liegen er geen zwarte kwaaien rond en een heks op een bezemsteen? Maar zie je het bos dan niet in de verte? En de muren van de ruïne en de toren? En hoor je nou niet het draven van... Pas op, Martijn. Buurvrouw Katrijne bereidt weer haar stokpaardje. Laat meester Fridolin het niet horen. Ah, die slaapt. En jullie slapen ook. Met je ogen open. Jullie zullen er nog een spijt van hebben. Ik heb veel gezien. En nog veel meer gehoord. Ja. Je kunt het geloven of niet. Maar wie het laatst lacht, die lacht het best. En die laatste zal jij niet weten. Die Katrijne toch. Ik dacht dat ze verstandiger was. Ja. Martijn. Ja? Vraag jij straks even een drankje voor de kleine meid? En breng je het me dan even? Ik durf het niet langer alleen te laten met die hoesten en die koorts. Ja, buurvrouw. Nou, hier kan er mee toppen. Met de koorts? Ja, dat ook. Maar ik bedoel met bakenpraatjes en sprookjes. Ja, maar ze zeggen toch allemaal dat er s'nachts en met stormweer... Ze zeggen. Ik zal eens wat zeggen. Is het dan allemaal niet waar? Ik zeg niets, anders ga jij er maar van dromen. Dromen zijn toch bedrog, dus wat hindert het? Maar als ridder Martijn gaat dromen... Van spoken bij de ruïne? Bijvoorbeeld. Ik heb toch mijn bezem? Ja, maar je kunt niet op je bezem wegvliegen als er gevaar dreigt. Daar komt meester Fridolin. Laat hij niet horen dat ik zijn knechtje spookverhalen vertel. Kijk eens. Daar is baas Willem. Het werd dus tijd dat ik kwam. Oh, het is eigenlijk een beetje te laat, want ik ben al klaar. Of nee, het is net op tijd. Dan kan ik met u de zaken verder afhandelen. Ja, mooi, dat is precies gepast. En bedankt, baas Willem. Ja. Stel even de deur. Ja. Goeiemorgen. Dag, baas Willem. Tot ziens, hoor. Martijn, je moet maar eens een appel komen halen. Nou, dat zal ik doen ook. Want ik heb nog een appeltje met hem te schillen. Ik zal weten wat er met de ruïne aan de hand is. En baas Willem weet er vast wel meer van. Dit was De Storm, het eerste deel van De Zwarte Ridder. Een hoorspel voor de jeugd door Margreet Bruin. Jullie hoorden Willy Ruys in de rol van Fridolin. Martijn en Elise werden gespeeld door Trudy Libozan en Lieke van Bommel. Grootmoeder Nele was Tine Medema. Baas Willem was Huip Horizont. Buurvrouw Katrijne Dogurugani. De spelleiding had Frans Somers.